Alles wat ik het hele jaar lang doe, doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met een team. En nou heb ik altijd geleerd, je moet goed zorgen voor je naasten. Dus ik heb nagedacht, op welke manier kan ik ze nou het allervetste bedanken? En daar is dit plan uitgekomen. Ik heb namelijk een poging gedaan om het allerziekste kerstpakket ooit aan mijn team te geven. En ook dat heb ik niet alleen gedaan. Nee, daarvoor heb ik de hulp ingeschakeld van de adverteerders. Jazeker. Dus ik heb alle adverteerders opgebeld en ik heb gezegd, jongens luister, ik ga een vet kerstpakket maken. Lever even wat shit. En uiteindelijk is het team wat het hele jaar lang staat te zweten voor die content. Uiteindelijk is het team dan blij. Om mij heen zie je alle dingen staan die we in het pakket gaan duwen. Ik ga het je even één voor één laten zien. We beginnen bij de kratjes. Kijk, hier staat op. Ik vind het geweldig dat wij hebben samengewerkt. Dankzij jou kon ik dit jaar mijn creativiteit de vrije loop laten en ging ik met nog meer plezier aan het werk. Godverdomme, typfoutje. En daarvoor zeg ik bedankt. Laten we er in 2021 wat moois van maken, want er staan mooie dingen te gebeuren. Genoeg gelul, we gaan even al die dingen bekijken, want het zijn er een hoop. Bolletje. Ik heb dit jaar een samenwerking met Bolletje gedaan, dus vandaar al deze lekkernijen. Daarnaast heb ik ook met Domino's gewerkt. Jullie kennen het misschien nog wel, de video waarin wij naar een onbewoond eiland gingen. Vandaar deze giftcard. Ook hebben we met Thuisbezorgd gewerkt. Ik heb de code even geblurred. Ik snap wel wat jullie van plan zijn, jongens. Mensen, jullie weten het nog. De Calvin schoolcollectie samen met Hema. Boom. Jullie hebben massaal genoten van de serie Terug naar School. Vandaag ga ik één dag terug naar school met Giel. Dus wij hebben Hema opgebeld en gezegd, yo, kunnen jullie wat leveren? Nou, Hema zei, natuurlijk, jongens. Dan de samenwerking met Lifebuoy. Zeep en handgel. Helemaal top. Daarnaast krijgt ook iedereen een Calvin hoodie. Niet de normale, maar de gold member. Die is nog niet binnen, dus daar moet ik nog even op wachten. Maar die ga ik jullie straks laten zien. Vervolgens, Garnier. Hoppakee. Dit jaar heb ik ons huis omgebouwd tot spa. Hallo. Kom erin. Yep. Ik ben super blij dat jullie er zijn. Zo. Wat is dit, Calvin? Ik weet niet wat het is. Vervolgens. Een boek. En dan denk je, hè, een boek? Je hebt toch geen boek uitgebracht dit jaar? Nee. Maar ik heb wel een samenwerking gedaan met Rabobank. We hebben BN'ers op de boerderij gemaakt. Wat doe je? Ik weet het niet. Daarnaast natuurlijk onze vrienden van Marktplaats. Gewoon allemaal kleinigheidjes, toolkort, spennen, krabbers voor je ruit. Is toch wel handig. Dan, Albert Heijn heeft ook wat geleverd, namelijk, het kan natuurlijk niet ontbreken. De excellent feestol. Potverdorie, kijk eens. Vervolgens onze vrienden van Pringles. We stoppen hem in het pakket. Dank jullie wel. Nu gaan we over op nog dikkere dingen. Want dit jaar heb ik een video gemaakt waarin ik 24 uur ging overleven als student in Groningen. Omdat ik nooit student ben geweest, wil ik dit nog één keer meemaken. Dat heb ik gedaan in samenwerking met Google. Tada! Nest Audio, wie wil dit nou niet? Google, thank you. Daarnaast doet ook nog Rituals een bijdrage. Dat hebben we nog niet binnen, maar dat ga ik straks laten zien als ik het ga wegbrengen. En als klap op de vuurpijl, een samenwerking waar ik heel trots op ben. Mijn samenwerking met Adidas. Dus daarom hebben we ervoor gezorgd dat iedereen een paar schoenen krijgt van Adidas. Oh, deze patta's zitten er gewoon in. Wij gaan alles inpakken. Daar heb ik een beetje hulp voor geregeld. En dan ga ik het rondbrengen naar iedereen. De komende 2 dagen ga ik kerstpakketten rondbrengen. Natuurlijk doe ik dat in mijn auto. En ik wil ook even van dit moment gebruik maken om Jeep te bedanken. Ik ben heel trots op onze samenwerking, dus dank jullie wel. En we gaan er vandoor, jongens. Let's go! Ik heb nog wat leuks bedacht. Namelijk deze mensen, ze weten allemaal dat ik kom. Ze weten alleen nog niet wat ik ga doen. En mij lijkt het dan grappig dat ik aan kom zetten met zeg maar een heel simpel relatiegeschenk. Dus in plaats van zo'n heel pakket kom ik aan met een mok waarop staat dank voor de moeite. We beginnen bij Sjoerd en Lennart. Dat zijn de editors van video's zoals deze. Gee, geef me die high five. Oké. Maar ook bijvoorbeeld deze. Daarna een ijspad. Ze werken zich het hele jaar helemaal de pleuris. Dus het is tijd om ze even te bedanken. Over 3 kwartier ben ik er. Yo. En wat doen jullie? In 1 woord. Niks. Alleen maar editen. De hele dag door. Ik kom even wat brengen omdat ik jullie wil bedanken. Dankjewel. Zo! Ik heb 100 euro. Nee! Nou ja, jongens, dank jullie wel voor alle effort. Alsjeblieft. Wij hebben ook iets voor jou. Nee, het was natuurlijk een grapje. Haha. Dit is niet alleen mijn bedankje, maar ook van al die motherfuckers. Dat is een spon. Ja, deze video is de allergrootste spon die ik ooit gemaakt heb. Nee, dat is wel ziek, man. Ellebogenbokken. Ik ga weer verder. Yo, later. Hoi, hoi. Ik ben nog wat vergeten. Oh. Gouden gold editie, member. Bro. Holy shit, maat. Nou, nu is het echt klaar. Doei. Yo. Oh, tyfus. Wat een kut weer, hè. Maar ja, ik kan natuurlijk niet naar binnen in verband met de corona. Dus we doen het maar even zo. Ik ga nu onderweg naar de volgende persoon. Dat is Selina. Selina is mijn make-up, visagie, styling vrouw. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Het is toch allemaal lastig zo, hè, mijn eentje. Het is natuurlijk geen mooier eindejaarscadeau dan mijn eigen boek, wat gewoon al 3 jaar oud is of zo. Hey, goedemorgen.
Hi. Ik heb een bedankje voor je, omdat ik zo dankbaar ben dat je altijd voor ons klaarstaat. Zo lief. Ik dacht, ik weet niet of je hem al had, maar ik heb het voor niks een kliksboek voor. Heb je er wel je handtekening in gezet? Niet nee. Eens. Ik dacht misschien cool om te hebben. Ja, nou, thanks. Oké, nou, dan ga ik weer. Ja, doei. Doei, Bobby. Ik ben er helemaal niet goed in. Waarom hebben jullie allemaal door als ik gewoon loop te ouwe hoeren? We kennen je te lang. Zelfs Bobby heeft je al door. Ja, Bobby, schijt. Ik heb een pakket samengesteld. Pak het. Wat is dit? Gast. Fucking vet. Oh my god. Nou, wat lief. Hey, graag gedaan. Hoppa, en we gaan weer door, mensen. Ik word helemaal gelukkig van deze dag, nu al. Oké, we gaan verder. Ik ga naar Jasper. Jasper is de cameraman en regisseur van veel videoclips die ik gemaakt heb. Waaronder deze. En ook deze. Je bent een legend for life. Jasper is echt een talent. Echt leuk om mee te werken. Ik ga weer een uur rijden en dan ben ik bij Jasper. Ik ben bij Jasper in Rotterdam. Ik ga hem deze prachtige mok geven. Ik wilde je even een kleinigheidje geven. Nice. Dank je wel, man. Dank voor de moeite. Ga ik lekker koffie in drinken. Ja, toch? Ja. Oh, ik moet er weer vandoor. Yes. Ik spreek je later, man. Ja. Later. Later. Hij is zo'n fucking lieve guy. Yo, Jasper. Ik heb nog wat anders voor je. Oh, pakket voor je. Dat is wel beter dan een mok. Er staat ook echt dank voor de moeite op die mok. Voor alles ben ik dankbaar, man. Dat is waar het om draait. Fijne jaarwisseling. Oh, wat een prachtige vent is het ook. Nu ga ik naar Bradley in Apeldoorn. Anderhalf uur rijden. Bradley is cameraman, geluidsman en editor. Onder andere bij Bernes op de boerderij. En hij heeft ook een aantal dingen geëdit, waaronder de clip met Ruben. Dat is een hele getalenteerde gozer. Dus let's go, papies. Ik ga Bradley gewoon het krat geven. Ga ik dat doen? Ja, ga ik doen. Nee, ga ik niet doen. Nee, ik heb toch scheid. Ik ben waarschijnlijk de enige die dit grappig vindt. Is het Bradley? Hey. Ik heb een cadeautje voor je. Zorg ervoor dat je misschien nog sneller kan editen. Ik heb deze voor je gekocht. Een muis. Waarom leg je hem op de grond? Ja, een muis. Nou, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Bradley heeft het ook door, ik weet het zeker. Hij loopt gewoon te kutten. Ja, niemand gelooft me. Niemand gelooft jou? Ja, dit is het echte cadeau. Een krat vol. Ja, we hebben een succesvol jaar gehad, dus daar hoort dan ook een geschenk bij. Er zit van alles in. Ja, ik zie het. Heel bedankt. Gearriveerd bij mijn volgende adres. GJ Studios. Bram, Jeppe en Jort. Editors van mij, we hebben ook gefilmd samen. Zijn nu een eigen productiebedrijf aan het opstarten. Vind ik super tof. En nu ga ik geen grap uithalen. Nou, jawel. Ik ga wel een grap uithalen. Mooi! Hey, kom in. Ik blijf even buiten staan, want gezellig, hè? Corona en zo. Nee, wat is dit nou? Cadeautje voor jullie. Zo kan je echt niet zijn. Wat lekkers. Oh. Heb je die weer terug in de verpakking gedaan? Zie je, hij is weer afgekoud. Net als de rest van zijn productie. Hallo, een gegeven paard, jongens. Jongens, bedankt voor dit jaar. Ja, nieuw hè? Ze geloven het niet. Ik heb deze mannen al zo vaak in de maling genomen. Dan geef ik ze maar gewoon een pakketje. Ze hebben alles ook gewoon op slot gedraaid. En de deur wordt niet gekocht. Godsamme. Wat is dit dan weer? Ik wil toch die chocola. Nou, een cadeautje voor jullie. Godverdikke, jongen. Ja, dit is... Ik pak even mijn spullen allemaal even. Jort. Dankjewel. En nog een cadeau. Ah, top, man. Hoi, hoi. Dat waren jongens van GJ. Iets wat ik erbij moet zeggen. Niet iedereen blijft voor altijd. Bram, Jeppe en Jort hebben besloten dat ze volgend jaar wat minder willen editen. Dat hoort er ook bij. Sommige mensen komen, sommige mensen gaan, sommige mensen blijven. That's the life. De volgende persoon waar ik nou onderweg ben is Mick Speck. Helemaal in Groningen. Mick is de producer van onder andere dit liedje. Je bent een legend for life. En dit liedje. Ik ben nu een miljonair. En ook het liedje wat ik laatst heb uitgebracht. Dus ik kijk naar morgen. Ik ben super trots dat Mick en ik nog steeds samenwerken. Terwijl ons eerste liedje denk ik 4 jaar geleden was of zo. Ik heb zin om hem dit te brengen, man. Yo. Yo, ik denk dat ik er ben, man. Dat is toch. Hey. Mick en ik hebben vandaag Kijk naar Morgen uitgebracht. 4 uurtjes geleden. Mensen vinden het prachtig. I got a package for you. Wat hard. Ik heb niet eens een baas en ik krijg een kerstpakket. Wat is ja, dit voor leuk? Nou, ik ga lekker boven unpacken, denk ik. Stel dat we volgend jaar nog steeds samenwerken rond die tijd. Dan moet je de achterbak. Dan weet je niet wat je gaat meemaken. Ja, heel tof, man. Echt heel lief. Dankjewel. Fijne jaarwisseling, jongen. Hetzelfde. Mooie dagen gewenst. Later. De volgende persoon woont ook in Groningen. Inmiddels is het ook al 5 uur. Dus ik ga me even snel afronden, jongens. Oké, ik ga even geen geintjes meer uithalen, jongens. Het is klaar. Antoine is editor van onder andere bijvoorbeeld deze video. Letterlijk de video die je nu kijkt. Dus Antoine, als je dit ziet, succes met de edit, maat. Hallo? Hi, ik kom van Antoine. Oké, dankjewel. Verkeerde. Sorry, buurvrouw. Hallo. Hey. Yo! Sick, ja, nee, ik waardeer het echt enorm. Ik vind het echt fucking sick. Oké, we gaan nu nog meer naar het noorden. En daarna ga ik naar mijn ouders. Ga ik daar pik. Oh. Yo! Ik heb een cadeau voor je. Thanks, pik! Dag 2, mensen. Ik heb net getankt. Ik ga namelijk naar Yuri. En Yuri is mijn DJ.
Ik heb nog nooit zo'n dikke auto gezien in deze straat. Kom je even naar buiten? Ja, is goed. Ik heb een cadeautje voor je. Ik moet nog ontbijten, dit gaat goed uit. Ik heb wat te doen vandaag. Ja, lekker uitpakken. Dankjewel. Ik zoek Vincent. Vincent. Ja. Hey man. Hey. Hoe zou je jezelf omschrijven? Onzichtbaar denk ik. Ja. De volgende persoon, of eigenlijk personen waar ik naartoe ga, die hoef ik niet te introduceren. Hey. Hi. Hier, deze voor jou alsjeblieft. Dankjewel. Deze voor jou. Dankjewel. Heel erg bedankt. Hey, dan ga ik weer verder jongens. Ja, doei. Ik ga nu naar Alkmaar. En in Alkmaar breng ik even pakketten naar Schalk, naar Nadine en naar Geert-Jan. Laat ik het zo zeggen, als morgen YouTube wordt verwijderd, dan bel ik hun. En dat werkt al een paar jaar heel goed, dus ik ben hun mega dankbaar. Des te leuker vind ik het om ze vandaag even te verrassen. Michael. Ja. Michael geeft het allemaal door aan de rest. Dat is wel voor jou, hè, daar. Nou, dankjewel. Ik heb een pakket voor je. Dankjewel, man. Wow, yo, flesje champagne. Kijk eens. Had natuurlijk niet gehoeven. Maar ik ga hier wel natuurlijk absoluut van genieten. Yo, ik heb een cadeautje. Ah. Boodschappen. Een boodschappen. Lekker, man. Een lijp kerstpakket aan. Ja, toch? Sick. Dag, Jeroen. Jeetje. Een presentje. Maar de volgende persoon is heel bijzonder voor mij. Dit is Martine. Martine is mijn steun en toeverlaat. En wat ze ook fixt, het inpakken van de kerstpakketten. Oh. Nou, ik heb een verrassing voor je. Nou, wat leuk. Dankjewel. En ik denk dat ik voor iedereen spreek in het team dat we trots op je zijn. Want je hebt het fantastisch gedaan. En het wordt denk ik alleen nog maar beter. Dat denk ik ook. De auto zit weer vol. Next up zijn Diede en Jeroen. Diede is mijn manager. En Jeroen, hij is een soort creatieve mastermind. Nou, wat een verrassing. Bedankt. Voor 2020, fijne dagen, hè? Hetzelfde. Oh, oké, nog twee adressen. En dan zijn we er, mensen. Er valt een heel kerstpakket om. Godverdomme. Er zijn ook natuurlijk een aantal mensen die ik niet kon bezoeken. Dus die ga ik even FaceTime. Michael Jesserin is mijn cameraman. Ik heb een mooi pakket voor je. Die gaan we gewoon naar je toe sturen. Jij krijgt er ook één. Die wordt naar je toe gestuurd. Nice. Ik denk dat jij bijna alle thumbnails van dit jaar gemaakt hebt. Ik hoop het eigenlijk. Ik heb best wel een gruwelijk pakket. Jezus. Bedankt voor being my homie. Dankjewel man, dat vind ik echt erg leuk. Matty's for life, weet je wel. Hey! Kelvin! Cool! Wow, wat leuk je weer te zien! Ja man, vier cadeau! Jeetje, is dit voor mij? Ja man. Vet, dope, chill. Daar moeten we door. We zijn bijna klaar. Oké, en ik FaceTime je even om te vertellen dat jij er ook een krijgt. Yo! Maar dat komt wel bij jou terecht. Thank you! Ik ben aangekomen bij Bram. Bram is cameraman. Jezus, wat lijp. Nou, dankjewel, kerst Kelvin. Justin. Hallo. Yes. Wow, ziek. Dankjewel. Jij hebt gewoon nog gewerkt vandaag. Jij bent de allerlaatste. Wat lief, dankjewel. Ik ben eindelijk klaar met deze ellende. Ah, ik vond het wel leuk, maar ik ben helemaal kapot. Ah, dat was hem. Fijne feestdagen, gelukkig nieuwjaar, de groeten. Oh, oh, oh. Merry Christmas.